Komende zaterdag is het 1 mei, dag van de arbeid. De positie van de arbeiders is door de pandemie onder grote druk. Vakbonden willen het beste voor hun leden, maar bedrijven doen het niet zo goed. Dus het is niet mogelijk meer te vragen, zegt men. Wat is dan mogelijk in deze moeilijke tijd? Daarover praten wij vanavond in Onder de Loep. En een van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering staan we stil bij 1 mei, dag van de arbeid. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. En de bedoeling dat we vanavond met twee leden van het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname zouden praten. Maar één lid is intussen aan tafel geschoven. En dat is Errol Snijders, voorzitter van het AVVS, de Moederbond. En een van de spokespersons van Ravaxuur. Welkom meneer Snijders. Dank u wel. Hopelijk dat meneer Armand Sunder aan de lid van het presidium nog aanschuift. En ja... We hebben het gehad over de positie van de arbeider in deze moeilijke tijd. Het is juist de tijd, het seizoen nu, waarin de onderhandelingen voor nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten reeds is aangevangen. En gaat het een beetje makkelijk of juist heel moeilijk? Nou, het gaat heel moeilijk. Heel moeilijk. En ik wil niet zeggen dat het te begrijpen is, omdat je verschillende bedrijven hebt. Je hebt bedrijven die in feite niet zoveel last ondervinden van die COVID-19 situatie. Ik bedoel daarmee de mijnbedrijven en zo. Maar je hebt andere bedrijven die wel last ondervinden. Ja. Ik vind het heel jammer dat, maar dat is ook vanwege de financiële positie waarop de staat in verkeerd. Maar ik zat te denken aan de ondersteuning die men in Nederland, hoe klein dan ook, geeft aan de bedrijven, de kleinbedrijven, om voort te kunnen gaan, het hoofd boven water te houden. Maar dat lukt hier niet. Mm-hmm. Ja? Maar zelfs dan zit je met enorme teruggang ja. In activiteiten van bedrijven. Maar je moet natuurlijk in het leven goede hoop hebben en positief zijn. En ik zeg altijd, als we allemaal onze schouders hieronder zetten, dan denk ik dat we op korte termijn kunnen gaan naar een beetje normalisering van de situatie. En als u zegt het gaat heel moeilijk, dan wil ik bijna aannemen dat de bonden vinden van ja, het is niet hun schuld dat de situatie, dat we in deze situatie leven en dat het bedrijf nou moet kunnen geven, zodat de werknemers het hoofd boven water kunnen houden. Kijk, meneer Panka, het punt is dat de bedrijven momenten hebben waarin ze het minder goed doen en ze dan gaan investeren om herstel te kunnen plegen. Maar dan gaat er een gedegen plan aan vooraf. Ja. Want wanneer je die investering gaat plegen, moet je een idee hebben van wanneer kom ik boven de streep. Ja, dus ik denk niet dat wij een situatie over ons moeten laten komen, zeg, het is lost. Er zijn nog mogelijkheden en er is één ding dat nu wel duidelijk tot uitdrukking komt, is de belangrijkste pilaren
in de industrie. Geld en factor mens. Factor mens, ja. En natuurlijk is Ravaksuur ook continu met de regering in gesprek hoe deze situatie eigenlijk op te vangen of oplossingen te zoeken. Hoe lopen die gesprekken? Niet zo vlot, om heel eerlijk te zijn. Niet zo vlot. Kijk, en ik kan me indenken, want wij zoeken naar mogelijkheden voor onze mensen. En we zoeken niet alleen naar de mogelijkheden voor onze mensen, maar we willen een situatie in Suriname die leefbaar is. Ja. Dus het loopt niet zo vlot omdat de regering geconfronteerd is met een financiële situatie die niet zo rooskleurig is. Ja. Maar ook dan zeggen wij, zoek naar de mogelijkheden. Ja. Ja? Nu hebben we gemerkt dat de president het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft omgedoopt tot een ministerie dat er ook op uitgaat om mogelijkheden, financiële mogelijkheden, voor de staat Suriname te zoeken. Er zijn mogelijkheden, maar een van de belangrijke dingen is, welk geurtje hangt er aan het geld dat men bereid is te investeren in Suriname. Oké, okay, daarover gaan we na de break verder. Maar na de break hebben we Jeffrey Kwatje, onze gastcolumnist voor deze week. We vieren over enkele dagen weer Dag van de Arbeid. En uiteraard is COVID heel ingrijpend geweest op de werksituatie. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Tijdens de hele pandemische episode waarin we nu zitten, al langer dan een jaar nu, is uit en treuren de leus gebezigd. We zitten allemaal in dezelfde boot. Dit doelend op het feit dat we met z'n allen lijden, dan wel nadelen ondervinden ten gevolge van COVID. Weer anderen vinden dat we niet allemaal in dezelfde boot zitten, maar wel in dezelfde storm. Maar sommigen hebben roeibootjes, anderen hebben een jacht en weer andere mensen verzuipen. Ik wil een derde alternatief bieden, ergens tussen deze twee uitersten. We zijn allemaal in dezelfde boot, maar niet iedereen ervaart de reis op dezelfde manier. Net als de beruchte Titanic zijn er verschillende klassen. Je hebt above deck, below deck, noem maar op. Per slot van rekening zijn we niet los van elkaar drijvende bootjes die maar op het water dobberen of zeilen. Wat de een doet, zal de ander zeker impacten. En dan nog ook de derde golf waar we nu in zitten, dik dat steeds meer aan. De sterke toename van het aantal COVID-positieven oefent een backbreaking pressure uit op onze gezondheidszorg en frontliniewerkers. Zij kregen dus niet de ruimte om Dag van de Arbeid te vieren. Maar eerlijk waar, zo'n vreugdevolle arbeidersdag wordt het denk ik ook weer niet. Los van onze broeders en zusters in de ziekenzorg, zitten velen onzeker thuis. In bepaalde gevallen mag je blij zijn of je nog een deel van je salaris krijgt, of je niet bent afgevloeid. En dan bepaalt onkel Murphy nog even dat alles elke week een beetje duurder wordt. Nee, daar spring je niet van in de lucht. Goed geluid is wel dat de regering tot 12 mei met de vakbonden en het bedrijfsleven wil gaan zitten omtrent de uitvoering van het CHP, het crisis- en herstelplan. Je kan zo'n plan immers niet zonder draagvlak uitvoeren. Maar zou de regering dat niet al lang doen? Moest dat niet reeds bij de opstelling van het plan zijn gebeurd? En hoe staat het nu met het plan dat is ingediend en waarover onderhandeld wordt met het IMF?
moeten we steeds in de media en op social media een heleboel kabaal maken of met stakingen dreigen voor de regering doet wat ze heeft beloofd. Trots de batterijen en deskundigen stikt de motor constant. Ik vond de roep van de heer Nerkens daarom ook zo mooi dat de vakbeweging eigenlijk één voorstel moet indienen bij de regering. Want in principe dienen ze allemaal hetzelfde belang. In principe. In de praktijk zien we juist het eerdere voorbeeld. Iedereen zijn eigen bootje. Ja, moeilijk om zo het schip Suriname vooruit te krijgen. En ja, voor onze columnist zijn zegje heeft gedaan, waren uw laatste woorden dat het geld dat Bibi zoekt eigenlijk het geurtje heeft. Wat bedoelt u precies daarmee? Nou ja, je moet weten dat we in de wereld nu er enorme bedragen besteed worden aan drugs. En we praten over miljarden soms. Mm-hmm. Nou, en dat geld moet belegd worden. Yeah. Zoals wij dat jaren terug zeiden, het moet wit gewassen worden. En ik denk niet dat je een zich respecterende regering moet opschepen met dat soort gelden. Ja, ja. En ik denk dat ze zichzelf ook niet willen opschepen met dat soort gelden. Maar er zijn mogelijkheden. En ik denk dat we als Suriname, en dat is altijd een fout geweest, we moeten agressiever bezig zijn om onszelf te etaleren en de mogelijkheden te zoeken. We ja. zitten wel in kamertjes en zeggen, toerisme moet gaan bloeien. We hebben de hulpbronnen die er nodig zijn voor een hele hoop zaken die worden geïmporteerd. Ja, ja, dus er zijn mogelijkheden. En jammer genoeg hebben bedrijven zich georiënteerd op dat consumptieve deel in ons land. Mm-hmm. En om concreet te zijn, ik vind het leuk dat mensen ook een wat voor screen hebben in huis. Auto, geweldige dingen, hè? Ja. Die je dan kan bestellen uit het buitenland en ook van bedrijven hier. Maar dat helpt ons niet. Ja. Het bedrijf is er wel. Je hebt die bedrijven en een paar van ze zijn groot. Maar het helpt het land niet. Maar is het niet het aard van het beestje? Want het is ja, hoe we al een aantal jaren draaien in Suriname dat driekwart van de overheidsinkomsten naar de, in de conceptieve sfeer belanden. Ja, dus kijk, we hebben, ik ben geen econoom. Maar als burger van het land zijn er simpele dingen waar je over kan nadenken en je mening hebt. Ja. Als wij zo in de consumptieve sfeer doorgaan, ja, gaan we nooit geld hebben. Want een televisie gaat kapot. Soms binnen een maand. Soms langer. Ja. Duurt die langer. Maar dat betekent die dollars moeten dan weer vrijgemaakt worden. Maar als er geïnvesteerd wordt in de agrarische sector, in noem maar wat, visserij, dan krijgen we er wat voor terug. Ja, maar de regering heeft een crisis- en herstelplan opgesteld waarin, denk ik, deze zaken zijn opgenoemd. Tenminste, de regering geeft aan wat ze allemaal gaat doen om het land uit de slop te halen. En nu zou het een plan moeten zijn waarbij alle actoren, belanghebbenden die eigenlijk in het land zijn, zoals de vakbeweging, een bijdrage moeten leveren aan het plan. Maar nu is het plan al opgesteld en de regering
gaat nu pas de vakbeweging uitnodigen om een bijdrage te leveren? Als je een positieve denker bent, zeg je het is nooit te laat. Zolang de regering zich openstelt voor eventuele correcties of meningen die gegeven worden door de vakbeweging of andere groepen die dan een bijdrage kunnen leveren. Hebt u die indruk dat de bijdrage van de vakbeweging meegenomen zal worden terwijl dat plan helemaal... Ik heb u gezegd, ik probeer positief te zijn. Ja, ja. We moeten niet negatief zijn, anders komen we er ook niet. Ik ga pas beschuldigen en strijd leveren als ik niet aan mijn trekken kom. Ja. Of als ik niet gekend word. Dus we zijn goed gestemd. Okay. Positief. En zijn die gesprekken daartoe iets gestart? Deze week worden we uitgenodigd. Er is een gesprek geweest met de regering, met enkele vertegenwoordigers van vakbonden en vakcentrales. Er zullen follow-up gesprekken plaatsvinden, specifiek met de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën. Ja. Want die zijn in feite de trekkers, denk ik, van dus het herstelplan. Maar is er geen ruimte als je praat met de vakbeweging, dan denk ik gelijk aan de minister van Arbeid? Ja, of is die niet aan zetting? Ik denk dat de minister van Arbeid ook bij betrokken zal worden. Op de eerste plaats gaat het om, we moeten mogelijkheden vastleggen, mogelijkheden om de middelen te kunnen vergaren. Als je met mij praat als vakbeweging, iets dat al jaren hangt in Suriname, is de onroerend goedbelasting. Dat kan ons ook een hele hoop opleveren. Vermogensbelasting. Toch? Ik heb ooit eens in een ander interview gezegd, we hebben in 2017 of 2018 hebben we als loontrekkers 800 ja. miljoen SAD opgebracht. Ja. En aan vermogensbelasting heeft de staat binnengehaald 2 miljoen. Ja. Hiermee wil ik u aangeven dat ik nu begrijp waarom we in dit verdomde hoekje zijn komen te zitten. Ja. Instituten, mensen, leveren hun bijdrage niet naar van aan. Dus eigenlijk de loontrekkers eigenlijk die het land draaien. De dat Belastingdienst. Zegt u met zoveel woorden. Ja, maar daar komt het op neer, vraagt u iedereen. Ja. En gaat u de cijfers na. Dus het gaat erom dat je in feite op de juiste plaats en de makkelijke manier moet zoeken naar geld. Okay. En het geld is er. Ja, maar het is niet deze regering alleen. Op één volgende regering hebben het steeds gezegd. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Maar waar ik naartoe wil gaan, is dat vooral die vermogensbelasting, ik hoor het niet nu. Maar we zien ook, als we ervan uitgaan dat een heleboel grote vermogenden in de regering zitten of geleerd zijn aan de regering. Denkt u dat ik, dan wil ik niet negatief zijn, maar het is de realiteit. Maar dat is ook in Nederland zo. Waar het om gaat, meneer Banka. Welke plaats heeft Suriname bij de Surinamers? Zo ook de ondernemers. Toch? We hebben een leus gehad van een president die niet zo succesvol was van Amerika. Amerika first. Dus Amerika weer voor de Amerikanen. Ja.
Amerika, je moet niet meer die dingen gaan doen die jou geen solas bieden. Dus dat moeten we gaan doen in dit land. En men gaat me kwalijk nemen, ik vind het een beetje ongelukkig dat u mij interviewt. Het mes moet erin. Ja. Het wordt tijd dat bedrijven of investeerders gaan investeren in gebieden die in feite ons geld kunnen opleveren. Maar dat betekent dat de staat een stukje wetgeving erop moet gooien, ja, waardoor de middelen niet zonder meer wegvloeien. Ja. Er is nu een wet, repatriëren van middelen. Ja. Maar het is die regering die daar uitzonderingen geeft aan de grootste bedrijven. Dus hoe komen die dollars naar binnen? Ja. Dus het punt is, en het wordt tijd dat de wetgeving op dit stuk uit de koloniale sfeer gehaald wordt. Dat op een gegeven moment de staat, de regering, welke regering dan ook, ervoor moet zorgen dat de US dollars die wij verdienen terugvloeien naar de centrale bank. Ja. Zodat we in feite kunnen gaan werken naar een, op de eerste plaats, die stabiele koers waar we naar zoeken. Ja. En dat wij in staat zijn als staat, dus de nodige activiteiten, de nodige ontwikkeling teweeg brengen. Een paar jaren terug, dat is in de laat negentiger jaren, heeft de toenmalige secretaris-generaal van de CARICOM heeft gezegd, in de CARICOM zijn er twee landen die boven elk land in de CARICOM kunnen uitsteken. Dat zijn Guyana en Suriname. Nou, ze kunnen, maar doet Suriname genoeg? Ze doen er niets aan. Ik ga je zeggen, ik ben blij dat de huidige president een minister heeft aangesteld die achter middelen aangaat. Ja. Mogelijkheden zoekt voor ons in het buitenland. Weet u hoe lang Trinidad daarmee bezig is? En het was de premier van Trinidad zelf. En hij zegt het. Hij trekt een periode uit in het jaar. En dan gaat hij shoppen voor Trinidad. Om het simpel te zeggen. Dus eigenlijk, de voorbeelden zijn er genoeg. Die expertise is in de CARICOM. Denkt u dat we te weinig gebruik maken van die expertise van een organisatie waarin we zelf een zitting in hebben? Hé, hey, meneer Panka. Je praat over expertise buitenland. We hebben die expertise hier. Maar welke plaats heeft Suriname in je hart? Daar gaat het om. We kunnen heel makkelijk, in de mid-90er jaren, was er een plan. En nu hoor ik diaspora en elk geweldige ding. We hadden een plan waarbij we hadden gezegd, we willen afspraken maken met Nederland. Om niet criminelen terug te halen naar ons land. Maar wetenschappers, deskundigen. Mensen die een bijdrage kunnen leveren aan die ontwikkeling. Maar men heeft er verder niets aan gedaan. Plotseling was er een diaspora. En ja, ik vind best. Ik vind best als ze komen en via die weg. Maar we merken nog niet dat wat we nodig hebben. Ja, oké. En ja, meneer Kwatje haalde het eerder aan.
voorstel wat de voorzitter van de VOL zegt, meneer Nerkus, van dat er eigenlijk in feite maar één voorstel, als we even terug kunnen gaan naar de positie van de arbeider, één voorstel, een gelijkgericht voorstel namens de vakbeweging en de regering zou moeten worden gedaan. Nu geeft hij aan, Rafak Sur praat met de regering en ook individuele bonden. Is het niet een beetje broeien of toch werkbaar? Dat zou een heel prachtig plan zijn. Maar de realiteit is anders. En ja, het is heel erg moeilijk om mensen te dwingen in een bepaald gareel te lopen. We zijn superdemocratisch hier bezig. En dan krijg je dat iedereen vindt dat hij de kampioen moet zijn. Dus het algemeen belang wordt niet naar gekeken. Nee, dus, en dat is het probleem waarmee we deels zitten in dit land. Everybody wants to be the first. En dat nekt ons. En ik heb in mijn leven geleerd dat je in feite je bij je leest moet houden. Hè? Ja. En ik zeg op een gegeven moment, wanneer er binnen Rafak Sur gepraat moet worden over belastingen, dan halen we een belastingdeskundige erbij. Want dat is maar een ingewikkelde materie. Ja. En so on. De attitude, de inborst van Surinamers, dat iedereen de kampioen wil zijn, ja, doet ons ook de das om. Ja, dat is dan jammer, maar we moeten uiteindelijk moeten we wel een akkoord gaan bereiken met de regering. Ja, dus we hopen dat de stappen die de regering heeft genomen, hopen wij dat op zeer korte termijn we kunnen komen tot een vergelijk. Oké, en natuurlijk die onderhandelingen die plaatsvinden nu, zijn ze afhankelijk van de gesprekken met de regering? Welke onderhandelingen? Voor de CAO. De CAO. Oh, voor de CAO. Ja, ja. Nee, kijk, ik heb mij gevraagd een bond te adviseren en ik doe mijn bijdrage. Maar ik hoef niet op de regering te wachten. Ja. Het enige wat speelt is, als vakbeweging heb je ooit eens, jaren terug, je positie laten vastleggen in de grondwet. Dus wanneer je zo bezig bent met bonden en met bedrijven, is het soms zaak dat je de regering vraagt om goed te kijken naar de wetgeving, ja, en andere regelingen die in feite een obstakel worden in de relatie. Ja. In de relatie tussen kapitaal en arbeid. Ja, okay. We pakken even een korte break, zijn we dadelijk terug met het programma. En welkom terug. We praten met de heer Errol Snijders over de positie van de arbeider en natuurlijk wat Rafak Sur allemaal doet om eigenlijk het een beetje draaglijker te maken voor de arbeider. En dit programma doen we in verband met Dag van de Arbeid, zaterdag aanstaande. En u gaf eerder aan, het wordt geen vreugdevolle dag voor de arbeider. Maar waaruit moet de arbeider kracht putten? Kijk,
we moeten één, we moeten bewust zijn van het feit dat we zitten met een wereldprobleem. En dat is die pandemie. Daar zitten we mee. Het is geboden dat wij ons dan houden aan de regelgeving. En daarnaast moeten we onze uiterste best doen om dubbel zo hard te gaan produceren. Ja, dus makkelijk gezegd, maar dat zijn dingen die we moeten doen. Willen wij het hoofd boven water houden? En dat geldt voor de bedrijven die ongestoord verder kunnen gaan. Ja. En ik zeg maar wat, bij de mijnbedrijven hebben we dus ook gemerkt dat die COVID-19 ook zijn tol eist. Hè? En ik ben heel erg blij dat die bedrijven een goed samenspraak hebben met de regering en alert zijn op dit stuk. Niet alleen om hun bedrijf door te laten gaan, maar voor de gezondheid van hun werkers. Want als je ongezonde werkers hebt, gaat je productie eraan. Ja. Je haalt je targets niet, om het zo te noemen. Dus wat ik zeg, is dat wij als arbeiders, want dat is ons deel, dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. Moeten we arbeiders zeggen, laten we er dubbel zo zwaar tegenaan gaan. En wat zegt u tegen die arbeiders die vanwege diezezelfde situatie hun baan hebben verloren? Ja, wij moeten, wat dat betreft, moeten wij met de regering gaan zitten om te kijken hoe dit soort situaties opgevangen kunnen worden. En de regering mag me niet zeggen, ik heb geen geld. Toch? Meneer Panka, u bent gezinshoofd. Als u thuis komt, elke dag moeten uw vrouw en de kinderen eten. Ja. Hebt u het gevoel dat u een dagje thuis kan gaan en zeggen, er is geen geld, dus we gaan vandaag niet eten? Hoef je niet naar huis te gaan. Hoef je niet naar huis te gaan. Dus je moet ervoor zorgen, je moet naar mogelijkheden zoeken. Ja. En nog meer voor deze regering. Of welke regering dan ook in Suriname. Je moet ervoor zorgen dat de dingen voortgaan. Ja. En ik ben blij dat de huidige regering ervoor zorgt dat de salarissen voortgaan. Ja. Ze geven het voorbeeld. De ambtenaren krijgen hun salarissen op tijd. Ja. En wat dies meer zei. Dus je kunt je niet permitteren in een bepaalde positie om te zeggen, er is geen geld. Ja. Je moet naar mogelijkheden gaan zoeken. Okay. En er zijn mogelijkheden hoor. Dus, En we zien dat de splitsing binnen de vakbeweging ook een groot heikelpunt is. Als we kijken naar de CLO, dan wordt Ravaxuur ook bemiddeld. Maar we horen weer dat meneer Sunder, die daarmee belast was, jammer dat hij het niet heeft gehaald, dat hij zijn mandaat teruggegeven heeft aan het presidium. We vinden dat ook heel erg jammer. Laat maar zeggen, het juiste woord is ja. Je schaamt je als vakbeweging. En waarom schaam je je als vakbeweging? Omdat je een enorme verantwoordelijkheid hebt. Je moet de belangen van mensen behartigen. En niet alleen van u als arbeider, meneer Panka. Belangen van uw gezin ook. Dus je schaamt je wanneer we op dat stuk komen. Want ja, juist in een periode waarin in feite we een blok moeten vormen, dan is die splitsing alom. Ja. Maar dus, gaat Ravaxuur daarbij laten? Nee, we gaan
doorkijken naar wat kunnen wij doen om hier een stop aan te brengen. Dus daar gaan we mee bezig zijn. Want zolang we leven, moeten we werken. Zolang we leven, moeten we proberen oplossingen te zoeken. Het is natuurlijk heel erg jammer dat Armand Sunder gestuit is op halsstarrigheid en al die soort dingen. Maar goed, hij heeft daadwerkelijk het mandaat teruggegeven. We hadden gehoopt dat hij partijen, en het was dichtbij, zouden kunnen komen tot een soort speaking terms, maar het mocht niet baten. En we zijn blij dat hij met ons heeft afgestemd en we gaan naar andere mogelijkheden kijken. Ik wil zonder om te praten voor de regering, maar zal het niet, wanneer je vanuit de regering standpunt bekijkt, zou het niet moeilijker zijn om dit alles te doen met over het crisis- en herstelplan te praten, de input van de vakbeweging, als we juist geen eenduidig standpunt hebben door vanwege die splitsing? Dus twee dingen. Het werkt in het voordeel van de regering, aan de ene kant. En aan de andere kant kan ik me indenken dat het best moeilijk is dat de regering zich afvraagt, hoe heb ik het nou? Ja. Ja? En dat is natuurlijk lastig voor de vakbeweging aan de andere kant. Ja, dus. Ze hebben nu een model ontwikkeld dat wij rechtstreeks met de minister van Financiën praten over het herstelplan. Ja. Ja. En andere mogelijkheden die gezocht moeten worden. Ja. Maar het is niet gezond, laat me dat zeggen. Oké. En als slotstuk, hoe ziet de toekomst eruit voor de Surinaamse arbeider? De toekomst is koffiedik kijken. Waarom zeg ik dat? De wetenschap heeft nog niet die oplossing gevonden voor de pandemie waarmee wij geconfronteerd zijn in de wereld. Want dat doorkruist een hele hoop ontwikkelingen. Dus het is koffiedik kijken, maar wat we wel kunnen zeggen is dat wij doorgaan om te helpen om mogelijkheden te zoeken zodat we een gezonde ontwikkeling op korte termijn kunnen meemaken. Over oplossingen, de regering heeft als oplossing nu dat mensen zich moeten laten vaccineren. Want aan de ene kant zeggen ze, het is niet verplicht. Maar aan de andere kant, als je niet gevaccineerd bent, kan je niet deelnemen aan al de zaken in het dagelijks leven. De vraag die ik wil stellen van de positie van de arbeider. Als die zegt van, ik wil om wat voor reden dan ook mij niet laten vaccineren. En de regering zegt, of bedrijven zeggen aan de andere kant, wat er iets is gebeurd van, dan kan je hier niet meer werken. Of als er wat met jou gebeurt, dan willen we jou niet meer verzekeren. Want ik denk dat dit nog gaat worden gelegd op het bord van de vakbeweging. Weet u, meneer Panka, er is regelgeving. En we moeten ons allemaal aan de regels houden. En wie zich niet aan de regels houdt, die zal moeten instaan voor de consequenties. Meneer Panka, als ik in een CAO zet, voordat je de geneeskundige, de tandheelkundige behandeling wil hebben, moet je gaan saneren. Dat betekent, je moet je gebit gezond maken. Dan kan je gebruik maken van die faciliteit. Als je dat niet doet, dan kan je geen gebruik maken van die faciliteit. En dan kan je niet gaan klagen, zeg, het bedrijf voorziet me niet van tandheelkundige behandeling. Dus u zegt met zoveel woorden dat de vakbeweging wel dat ondersteunt, dat mensen zich laten vaccineren om deel te nemen aan het arbeidsproces? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is wetenschappelijk aangegeven.
onze eigen wetenschappers op dit stuk. Het buitenland, overal geeft men aan wat de positieve dingen zijn die voortspruiten uit vaccinatie. En ik vind, dan kunnen wij toch niet gaan doen alsof we op een eiland zitten en ons niet hoeven te houden aan de algemene regels die gelden in de wereld. Dus je moet je aan een stukje regelgeving houden. Oké. Tot slot, wat is uw boodschap voor de Surinaamse arbeider in verband met de Dag van de Arbeid, zaterdag aanstaande? Mag u in de camera kijken en rechtstreeks tot de arbeider praten? Nee, dus laat me zeggen, ik heb tijdens het interview heb ik al een hele hoop zaken aan de orde gesteld. Ja. Wat ik zeg aan de Surinaamse arbeider, laten we arbeiden. En dat geeft de vakbeweging de mogelijkheid om in feite op te komen voor je belang. Want als je niet produceert, als je niet arbeidt, hebben wij als vakbeweging geen recht van bestaan. Ja. Dank u wel. Daarmee kunnen we eindigen. En dat was Errol Snijders, voorzitter van het AVVS, de Moederbond, tevens lid van het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAXUR. En natuurlijk hebben we de positie van de Surinaamse arbeider te midden van deze pandemie onder de loep geplaatst. Heeft u net aangeschakeld of ingeschakeld, dan mag u nog kijken op onze Facebookpagina ATV Suriname. Ik wens u een hele genoeglijke avond verder en tot de volgende week maandag. Dag.